Ik had haar jaren niet gesproken en gezien en kwam haar tegen op de rommelmarkt in de 3 Oktoberhal. Ze zag er goed uit, wat vlotter dan vroeger. Ik moest ook 2 keer kijken om zeker te weten dat het Annette was. Ha, Annette, wat leuk je weer eens te zien. Dat is een tijd geleden, hoe is het met jou? Ze glimlachte en keek me onderzoekend aan. En zei, Aad van der Luit, hè? Ze sprak met een Limburgs accent wat grappig klonk. Hoe het met mij gaat? Wel goed, gehuwd geweest, een zoon en een dochter die inmiddels op zichzelf wonen. En ik woon op een boerderij in Limburg en vermaak mij prima. Mijn familie woont nog steeds in Leiden en die houden mij op de hoogte van het wel en wee uit het Leidse. Jij vermaak je ook nog steeds prima, begrijp ik uit hun verhalen. Ik knikte instemmend en we besloten om ergens een kopje koffie te gaan drinken. Ik was op de fiets en Annette besloot haar dure auto te parkeren op het parkeertrein aan de Haagweg. Vandaar kwam ze met een busje naar het stadhuis. Ik wacht haar op om bij vooraf en toe een bakje te doen. Ik was zeker na het zien van de peperdure auto benieuwd wat ze voor de kost deed. Vroeger was ze namelijk niet echt spectaculair. Haar leven speelde zich voornamelijk af bij Manege de Poelruiters, waar ze paarden verzorgde. We namen plaats aan een tafeltje en Annette nam het voortouw. Je bent vast nieuwsgierig wat er van mij geworden is. Na mijn huwelijk ben ik naar Limburg verhuisd, maar na 8 jaar is hij op de klippen gelopen en ben met mijn zoon en dochter verhuisd naar Weert. Daar kwam ik er bij toeval achter dat ik met paarden kon praten. Ja, serieus, ik ben een paardenfluisteraar. Ik heb hiermee al veel paarden en eigenaar van dienst kunnen zijn. Ik kan ervoor zorgen dat de prestatie van de paarden verbetert. Of als een paard of pony niet lekker in zijn vel zit, dan probeer ik de oorzaak op te sporen. Het heeft me niet bepaald windeieren gelegd. Ik kan er goed van leven. Ik woon op een grote boerderij en zoals je wellicht nog weet van vroeger, ben ik nog steeds gek op paarden. Ik heb er 8. Dat betekent dat ik altijd aanspraak heb. Ik heb een afspraak gemaakt om eens bij haar langs te gaan. Terwijl ik dit zit te schrijven, wordt er op mijn deur geklopt. Oh, ik zie het al. Het is de kat van de buren. Die komt me altijd vertellen wat ze in het weekend uitgesproken heeft. Ik ben benieuwd.